Maar vissen. Mijn beste vismaat zei gisteren, Martin, deze moet je in je huiskamer zetten, daar moet je nooit mee gaan vissen. Dit is veel te mooi. Zou je alsjeblieft het doek eraf willen trekken, Henk? En dan ga ik, stap ik opzij. Ik weet niet of het lukt, het doek. Trek het voorzichtig, want ja, het kan natuurlijk wel kapot. Dames en heren, de eerste Dreamfisher 503 River King. Yeah! Dan ben je toch een voorzichtige man, hè? Kijk nou hoe hij dat doet. Dat vind ik wel normaal. Ja, die is een pedestal seat. Die vliegt omhoog als je erop drukt. Hey mensen, dit is hem. 4 mm aluminium gelast. Volledig aluminium. Ook de spanten, de huidplaten eronder. Alles 4 mm. Hij is in 5 dagen gelast. Toen is hij 7 keer in de pruimen gekomen. Toen is hij afgelakt bij Sjoerd G. Vissen in Metselabier. En toen is hij teruggekomen en dan hebben we hem helemaal afgebouwd met mijn vrienden. Er zit geen hout meer in. Vroeger bij mijn vorige boten zat er allemaal hout in. Dat is natuurlijk praktisch. Er zit nou Cruza in, dat is een Engels of Amerikaans product. Kunststof. Veel lichter, watervast. We hebben het beste tapijt, de beste stoelen. Eigenlijk hebben we alles het beste. Harenkramer heeft het design ontworpen. En eigenlijk alle dingetjes die je daaromheen ziet, website, filmpjes, heeft mijn grote vriend Remco van Dijk gemaakt. Van Blue Key Product. Remco, kun je even zwaaien? Remco van Dijk. Ja, ik zou zeggen, loop er even omheen en ga even kijken. En ik bedank jullie voor jullie aandacht. Dit willen vissen. Ze willen eigenlijk, hè, kopen we een motion, maar ook eigenlijk een huiskamer. Hè. Iedereen vraagt waarom tapijt. Ja, jongen, dit is overal tegen. Ja, dit is een rotvast, watervast. Ja, dus ook een hele muur heeft. Met een juffer mee weer. Ja, een droge roze. Enorm veel opwerpruimte. Het is niet normaal. Ik ben gewoon dingen aan het verzinnen om erin te stoppen. Zoveel kan erin. Oh, sorry, heren. Cool. Engel pakken, hè, aan de beide kanten. Oh ja, dat is het. Ja, in principe zijn opties te maken, hè. Dus, meestal zetten we hier aan de voorkant nog een live well voor de aasvis of de snoekbaas die even op adem kan komen. Maar goed, we bouwen hem zoals de klant het wil.